Welkom bij alweer een nieuwe video in de serie video's naar het examen NASC 1 Natuurkunde voor MAVO VMBO TL. En vandaag gaan we het hebben over het zwaartepunt of het massamiddelpunt. En dat doen we met behulp van het examen 2016 tijdvak 2, vraag 26. Marie heeft moeite met opstaan. Zij heeft een veerzitting gekocht die haar helpt. Je ziet drie situaties tijdens het opstaan. En dit is dus een soort tijdschema of een aantal stappen met een bepaalde tijd ertussen waarin je ziet dat ze overeind komt. In welke richting verplaatst zich het zwaartepunt van Marie? Nou, ik heb dat hier even nog een keer gezet zodat ik erop kan tekenen. En ik teken even wat hulplijnen. Langs de voorkant van de stoel teken ik een hulplijn. Die mag ietsje meer naar links, zo. En ik teken even een hulplijn langs de armleuning. En zo kunnen we met een soort assenstelsel het zwaartepunt beter volgen. Nou, het zwaartepunt, of het massamiddelpunt, dat zit ongeveer ter hoogte van je navel en dan in het midden van je lichaam. Dus in het eerste plaatje is dat daar. In het tweede plaatje is dat daar. En in het derde plaatje is dat daar. Nou, en wat zien we nou? Bij het eerste plaatje, daar zit het zwaartepunt nog vrij laag. Daar zit het ongeveer op die groene lijn van de armleuning. En in de volgende plaatjes zit het zwaartepunt steeds hoger. Dus het zwaartepunt, dat gaat in ieder geval omhoog. Daarmee vallen antwoord A en B dus af. Nou, verder zien we dat het zwaartepunt in het eerste plaatje aan de linkerkant van de voorpoot van de stoel zit. In het tweede plaatje zit hij op dezelfde verticale lijn als de voorste poten van de stoel. En in het laatste plaatje zit hij aan de rechterkant. Dus het massamiddelpunt of het zwaartepunt beweegt zich ook naar voren. En daarmee valt antwoord D af en is dus het juiste antwoord C. Nou, het massamiddelpunt of het zwaartepunt, dat kun je bij allerlei voorwerpen bepalen. Bijvoorbeeld als we een rechthoek hebben. En die rechthoek is gemaakt van één materiaal, we noemen hem dan homogeen. Dus helemaal van hetzelfde materiaal, bijvoorbeeld een blok hout of een blok ijzer. Dan kun je het massamiddelpunt bepalen door het middelpunt van het voorwerp te bepalen. Bijvoorbeeld bij een rechthoek met twee diagonalen. En dan is het massamiddelpunt ook het midden van het voorwerp. Als ik nou een voorwerp heb zoals een laptop, dat is van bovenaf gezien natuurlijk ook gewoon een rechthoek. Maar daar kan het niet bij. Want als ik een laptop zou tekenen, van bovenaf gezien, dan zit er in die laptop een accu. En bijvoorbeeld speakers. En zo'n muis-trackpad-ding. Maar die accu is het zwaarste onderdeel van de laptop. Dus het massamiddelpunt zal niet in het midden van de laptop liggen, maar een beetje naar de kant toe waar de accu zit. Dus in dit geval zal het massamiddelpunt een beetje links naar boven zitten. Maar je kan het niet precies vaststellen. Nou, dit voorwerp is dus ook niet homogeen. Het is niet van één materiaal gemaakt. Nou, bij andere voorwerpen, zoals een mens of een onregelmatige vorm, daar kun je ook niet zomaar het massamiddelpunt bepalen. Dat moet door middel van een proefje. Wat je wel weet, is als je dat voorwerp ophangt aan een oogje, en dat wordt een draaipunt, dan zit het massamiddelpunt altijd precies recht onder het draaipunt. Ergens op die lijn, onder het draaipunt, en die lijn die loopt eigenlijk heel lang door, ergens onder die lijn zit dan het massamiddelpunt. We weten alleen niet precies waar. Je zou nog een tweede proefje kunnen doen met een ander oogje. En vanuit dat oog hem ook weer ophangen. Dan ook weer een lijn recht naar beneden tekenen. En dat zou dan bijvoorbeeld zo kunnen gaan. En dan weet je dat het massamiddelpunt precies op het punt ligt waar die lijnen elkaar kruisen. Dit was de laatste video in de serie video's richting het eindexamen. Bedankt voor het kijken.